Winnaars van de actie Grof Afval Heeft Waarde namen afgelopen weekend op het afvalbrengstation hun prijs in ontvangst. Mijn broer is aan het verbouwen thuis en die is heel vaak hier op het afvalbrengstation geweest. En die heeft meegedaan aan de prijsvraag en die heeft deze e-reader gewonnen. Omdat hij zelf verhinderd was, kom ik hem ophalen samen met mijn zoontje. Iedereen die afgelopen week grof afval kwam brengen, maakte kans op een prijs. De actie was bedoeld om het scheiden en hergebruik van afval te stimuleren. We hebben net zelf ook een vrachtje weggebracht. Wat oude batterijen, spaarlampen, wat elektrische apparaten die we niet meer gebruikten. Van alles eigenlijk, ja. Hoe bewust gaat u daar nou mee om met afval? Heel bewust. Alles voor de kleine jongen. Hè. Ik heb ook nog een dochter, dus de planeet moet leefbaar blijven. Hè. Je ziet ook dat van bijna alles weer iets anders te maken valt. Of het dan gaat om matrassen, om plastics, om metaal, om hout, om oude huishoudelijke apparaten. Bijna alles kun je hergebruiken. En natuurlijk, bij het een gaat het efficiënter en kostenvoordeliger dan bij het andere materiaal. Maar vrijwel alles is her te gebruiken tegenwoordig. En wat inderdaad wat overblijft, nou, dat kan alsnog worden verbrand. En dan maken we in Dordt weer warmte van. Ook niet slecht. Restafval, meneer? Tuinafval. Tuinafval, hè? 53% van het Dordtse afval wordt al gescheiden en hergebruikt. Dat kan meer worden als ook flatbewoners meer mogelijkheden krijgen om hun afval te scheiden.